Ja, wat is het? In hun scootmobiels maken Rob en Lia iedere dag Amsterdam onveilig. Gekleed in hun gele hesjes zijn ze een bekend gezicht op de Dam. Goedemiddag. Twee keer kregen Rob en Lia te horen dat ze niet meer met Lorietta en Pino op de Dam mogen komen. Van een agent en de wijkmanager van de Dam. Zij hebben me medegedeeld. Als u 2% van de bal krijgt, nemen we de vogels in beslag. Nou, u moest het weten wat ik zei. Ik wil het niet herhalen, maar dan breek echt de hel los hoor, als ze aan mijn vogels komen. Het Amsterdamse stel kreeg te horen dat voor evenementen met dieren een vergunning nodig is. Belachelijk vinden Rob en Lia. Ze zijn geen straatartiesten. Waarom staan jullie hier eigenlijk? Mijn papegaaien moeten namelijk aandacht hebben. Wat vindt u nou nog mooier dan aandacht dan op de Dam? Wij zijn alle twee dan gepensioneerd en wij willen de hele dag, als het mooi weer is, met de dieren naar buiten. En dat vinden wij zelf ook lekker. Rob en Lia laten zich niet van de Dam jagen. Ze vragen tenslotte geen geld aan belangstellenden. U kunt zelf zien dat mensen die papegaaien willen aanhalen, willen aaien en willen knuffelen. Als wij bellen met de gemeente, komt het uiteindelijk toch goed. Er is geen sprake van een evenement met dieren. En Rob, Lia, Lorietta en Pino mogen gewoon naar de Dam blijven komen. Daar ben ik wel blij, ben ik tevreden. Dan kunnen we tenminste daarmee, ja, ons vrij bewegen door de stad heen.